De leerlingen van de regenboog aan de Volkerakweg moesten vandaag wel naar school. De leerkrachten ondersteunen de eisen tijdens de landelijke onderwijsstaking in het basisonderwijs, maar zeggen hun werk zo leuk te vinden dat ze gewoon les willen geven. Een uitkomst voor werkende ouders die geen opvang voor hun kind hebben. Personeel van zorgcentrum De Sterrenlanden mocht vandaag hun kind gewoon meenemen naar het werk. Nou, er vinden hier achterlei allerlei activiteiten plaats, van kleuren tot voetballen. Dadelijk komen er ook wat cliënten en er gaan samen oud-Hollandse spellen mee gespeeld worden. Dus het dagprogramma zit helemaal vol. De Sterrenlanden heeft er zelf ook belang bij om de kinderen op te vangen. Het helpt onszelf ook natuurlijk om onze diensten en de kwaliteit van dienstverlening richting onze cliënten op orde te houden. Want de bezettingsgraad qua personeel is lastig om op peil te houden. En hier kunnen we, met dit kunnen we dat waarborgen. Veel leerkrachten verzamelden zich eind van de ochtend op de parkeerplaats bij de Weeskinderendijk. Daar vertrokken ze met bussen naar Den Haag. Allereerst willen we natuurlijk gewoon beter onderwijs. Want eigenlijk hebben we het mooiste vak van de wereld. Alleen wordt het steeds lastiger gemaakt om het ook goed te kunnen doen. En dat heeft allerlei oorzaken. En kinderen die met meer dan de gewone bagage binnenkomen in de school. Minder mensen, bezuinigingen, geen invallers. Allerlei papierwerk wat wel of niet nuttig of zinnig is. En dat moet gewoon een keer klaar zijn. In het Haagse Zuiderpark komen basisschoolleerkrachten uit heel het land bij elkaar. Wat willen jullie daar bereiken? Dat onze eisen zoveel mogelijk worden ingewilligd. En dat wat we al bereikt hebben is dat onderwijs ontzettend op de kaart staat. Want iedereen heeft het erover. En van ouders hoor je ook gewoon dat ze eigenlijk 100% achter je actie staan. Op welke manier gaan jullie dat doen zometeen? Ik heb geen idee. Ik laat me overdonderen daar. Op de valreep werd bekend dat er toch nog meer geld naar het onderwijs gaat. Nou, dat is een beginnetje, hè. Hier kan je een heel klein beetje mee doen. Maar dit lost niet op wat er eigenlijk allemaal moet gebeuren in het onderwijs. Marjolein begrijpt wel dat sommige leerkrachten niet meedoen. Je gaat voor de kinderen, je wil het de kinderen niet aandoen, je wil het de ouders te vriend houden. Maar goed, zoals gezegd, het is eigenlijk gewoon een keer klaar. Het is gewoon tot hier en niet verder. Vrijdag staan alle leerkrachten weer gewoon voor de klas en zijn de scholen weer allemaal open.